In deze video zie je een voorbeeld van hoe je de keuzekaart in beeld kunt gebruiken. In dit voorbeeld gaat het over een patiënt met artrose die samen met de huisarts een passende behandeling kiest. Goed dat je er bent, Hans. We gaan vandaag even kijken naar de uitslag van de foto samen die we hebben gemaakt van je knie. En dan kunnen we daarna even verder praten over de behandelmogelijkheden die er allemaal zijn. De huisarts legt Hans uit wat artrose is. Hij vertelt dat er een aantal behandelingen mogelijk zijn om de pijn te verminderen en te kunnen blijven werken. Vind je het goed dat ik je wat over de verschillende keuzes voor behandeling vertel? Ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Op de keuzekaart in beeld zie je welke behandelingen er zijn met afbeeldingen en tekst. Dit is voor iedereen goed te begrijpen, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Met de overzichtskaart kan je samen met je patiënt de keuzes kort langslopen. Je vertelt welke van toepassing zijn en je geeft de patiënt de ruimte om te vertellen wat voor diegene belangrijk is. In het geval van Hans benoemt de huisarts dat de prik in de knie en een nieuwe knie nog niet van toepassing zijn, omdat hij beginnende artrose heeft. Als je al die opties zo ziet, wat zijn dan je eerste gedachten? Gezond eten doe ik ook. En leven. Fysiotherapie, daar heb ik wel ervaring mee. 15 jaar geleden had ik last van mijn onderrug. Ja, dat ging toen ook weg, dus misschien helpt het nu bij me met mijn knie. Ja, nou misschien is het goed dat we dan als eerste even op die keuze ingaan. Per behandeloptie is er een kaart waarop met afbeeldingen en begrijpelijke tekst meer wordt uitgelegd over die behandeling, zoals de gevolgen en de risico's. We hebben nu al die keuzes samen doorgesproken. Als je al die keuzes zo hebt gezien, wat spreekt jou het meest aan? Ja, dan blijf ik toch bij de fysiotherapie. Ik heb daar ervaring mee. Laten we maar gaan oefenen. Kijken of dat helpt. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat dat een goede eerste behandeling is voor je. Dus laten we dat gaan doen. Dan wil ik gaan afronden met je. Maar ik heb best wel veel besproken. Om even te controleren of ik het goed aan je heb uitgelegd. Wat zou je straks aan je vrouw vertellen hierover? Ja, het is best wel veel en we kunnen een keuze maken wat het beste tegen de pijn is. En dan mocht ik een beetje uit kiezen, dus ja, dan kies ik voor fysiotherapie en dan hoop ik dat ik er toch een beetje vanaf kom. Nou, heel goed. Veel sterkte. Dan mag je deze keuzekaart mee naar huis nemen. Dan kun je thuis nog eens nalezen welke keuzes er ook alweer allemaal zijn. Oké. Nou, bedankt dokter.